Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Planet Zoo. Jongens, we gaan weer lekker verder waar we natuurlijk de vorige keer waren gebleven. Afgelopen vrijdag was het uiteraard. Op zich ziet onze dierenpark er prima en perfect eruit. We gaan dus nu... gaan we dus een nieuwe ding maken en dat is een reuzenpanda. En die hebben best wel een groot hok nodig. Dus dat gaan we dus nu ook heel even doen, want als ik het heel even hier zo opzoek, typen we dat even in. Deze. Kijk, er zijn die zijn echt heel lief. Die zit natuurlijk ook natuurlijk hier. Ik heb dat trouwens hier zo te zien, een magneet. Ik weet niet van welk dierenpark dat die is. Even kijken. Bij Ouwehands Dierenpark heb je ook van zo'n dieren. Moest heel even kijken, maar ik wist wel dat die in Nederland was. Maar welk dierenpark, dat wist ik even niet. Bij Ouwehands Dierenpark, dus daar zitten die ook. Maar die zijn natuurlijk te leen volgens mij. Die gaan op een gegeven moment gaan die wel terug. Dat vind ik eerlijk gezegd heel jammer, want ik vind dat toch best wel mooie dieren, maar die hebben echt heel veel ruimte nodig. Echt. Dus we moeten echt een groot ruimte gaan maken. We moeten dus twee panda's. En dan moeten we echt, ja, zeker van dit hier, zoiets ongeveer. Dus dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar wat voor omheining moeten ze hebben? We kunnen het beste van echt dik glas maken. Ik denk dat dat het beste is. Maar eerst een deur. Oké, dat hebben we gedaan. Dan moeten we wel. Die bomen heel even gaan annuleren. En dan gaan we maar eens even kijken. Dik glas. Nou, kijk, als we het helemaal even en zo er omheen, dan hebben we genoeg. Kijken. Genoeg ruimte. En dan gaan we hier zo rechtdoor. Trek nog eentje. Je kunt beter te groot hebben dan te klein. Presentatie ontgrendeld, staat er bij mij. Oh. Ik ben een stukje vergeten. Even kijken, kan ik... Hier doorheen, ik kan hier doorheen. Dit is goed. Dit is denk ik groot genoeg. Mocht het toch te klein zijn, dan kan ik hem altijd nog gaan vergroten. Dus ik moet hier eigenlijk niks meer bijbouwen aan deze kant. Want dat kan. Op zich hebben we dus best wel genoeg. Best wel groot, maar ik weet niet of dit hier werkt.
Ja, dit werkt, kijk. Even eten. Dus ik kom toch via. Ja, zo. Ik ga het heel even voor, kijk. Dan zijn ze in één keer hier. Oké, maar dat werkt. Dus dat wilde ik heel even gaan checken. Het werkt. Oké. Zoek heel even. Kijk, die zijn over 10 jaar. We kunnen beter eens. Kijk deze, die zijn super lief. Die zien er ook heel lief uit. Ik denk dat dit genoeg is, maar we moeten even kijken wat de. Wat voor hok moeten zij eigenlijk hebben? Ik denk dat ik niet kan die daar gewoon heel even zo en dan kan ik naar de leven en dan kan ik daar eens eventjes gaan kijken. Ik denk dat dit hem is. Dan maak je levers. Wat voor hok hebben die? Naar de oog te kijken. Je reuzenpanda, nou, hij staat hier op. Heb je toch zo'n hok? Die moet eigenlijk een groot hok hebben. Wat ik denk. Acht keer acht, acht keer vier, acht keer vier, acht keer vier, vier keer acht.
8 keer 8. Tim, wat is dit? De hoogste, oké. Dan gaan we hem precies in het midden gewoon doen. Dat kan je net niet goed zien, omdat... Dat is niet heel moeilijk om te zien. Zit het er zo goed erin? Ja, ik vind het zo heel goed. En dan deze. We gaan hem niet helemaal afkrijgen. Misschien wel. Ik vind het zo goed. Helemaal vol gaan gooien. Een soort van zwembad van maken nog hier. Dus ik wil dit echt een super mooi hok van maken. Hier echt een super mooi verblijf. Want het zijn toch wel zeldzame dieren, moet ik zeggen. Daar heb je er niet zoveel in Nederland. Maar één verblijf maar. En dat is natuurlijk bij het Ouwehands Dierenpark. Er zijn er geen panda's. Dus het is wel uniek. Kijk, dit gooi je gewoon echt gewoon helemaal vol, weet je. Zo. Het hoeft niet af, want dan ga ik er gewoon morgen mee verder. Om 4:30 natuurlijk gewoon weer een nieuwe aflevering. Het kan zijn dat ik gewoon na de zomerstop nog verder ga met deze serie. Ik denk het van wel. Eerlijk gezegd met de quiz en dat ik eigenlijk af kan sluiten. Of ik dat überhaupt ga halen, want we hebben nog niet eens alles. Maar daar zullen we straks wel naar kijken. Dan ben ik een video van plaatsen van 20, 25 minuten mag ook wel eens een keer. Zit alles vol, ja. Ik vind het zo genoeg. En dit is ook
prima. Oké, nou. Moeten we ook nog zo'n kleinere ding of? Voor mij hoeft dit niet. Is dit eigenlijk groot genoeg? Is dit allemaal voor een reuzenpanda? Wauw, dan hebben die ook veel dingen. Maar laten we eerst beginnen om voer en water. Dit is dan voer. Hier komt dus water. En dan doen we die daarna met beklimbaar. Kleine hol, vierkant hier. En dan kan deze hier. Wat hebben we hier allemaal? Oké. Een band. Alle palen even neerzetten, weet je. En die kant hoeft niet, hier in het midden. Ja, dit zit niet helemaal recht, zie je dat? Maar voor mij betreft hoeft dat ook niet, vind ik goed zo. Dan mag hier een mooi pad dan van. Ik denk dat dat goed is, even kijken. Dit is wel. Nee, dat wil ik niet. En zo goed water. En dan zorgen we ervoor dat we hier een beetje hard zand maken of heel. Zand, hele fijne zand eigenlijk. Een soort van strandje moet het dan worden, zeg maar hier. Kijk.
podcast lang. Dat is eigenlijk best een kort gras. Heel een beetje zo. Dit allemaal zo. En dan ga ik hier wel en hier daarna de video maar afsluiten. Dan gaan we hier gewoon morgen mee verder. Dan is die niet helemaal af. Dan gaan we net niet de vier hokken die ik deze week heb gebouwd, die gaat dan net niet lukken, maar dan doe ik daar 2 weken over. Dat maakt niet veel uit. Ik vind het wel al heel mooi. Moet er ook zo'n koeler er nog hebben. Dat komt. Is het allemaal prima. Moet je hier vaak lang wachten? Wow, dat valt wel mee. Ze rijden redelijk vrij uit elkaar. Nou, ik hoef hem niet af te sluiten. Ze gaan ook automatisch weg. En het zijn dus die gasten, die lopen hier doorheen. Dus het werkt wel. Oké, dus dat is goed. Zo, ik word eigenlijk. Kijk naar de dieren naar het verblijf. Hoe dieren zit er aan? 31 knollen zijn, dat is ook wel een hele hoop. 64 flamenco's. 3, 68, 4, 4, 4, 4, 5, 26. Ik moet daar even reuze panden van. Zo kijk, dan zie je er wat krassen. Kijk, hier liggen we allemaal eten. Goed, oké. Nou, ik ga het hier echt erg bij laten, jongens. We gaan dus morgen, ga ik dus hier met dit verblijf hier zo verder. Dat is namelijk lang niet af. Wij zien elkaar gewoon weer lekker morgen terug. Hopelijk zijn jullie echt daar ook bij. Goed, kijk.
Even kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!